We beginnen deze keer met een heel, heel bijzonder moment. Wij gaan vandaag namelijk tekenen voor ons nieuwe huis. Nou, we hebben de sleutel hoor. Ik ben gewoon helemaal blij. Dit zijn dus uiteindelijk de kleuren. Jij wil het, ik vind dat echt heel tof. Ed en ik hebben al wekenlang discussies over. Uiteindelijk zijn we tot een compromis gekomen. Is het gelukt om mijn zin door te drijven. En nu ga ik de spechtkamer, de kamer uitroken met Sali. Om een beetje frisse energie, zeg maar, in de kamer te krijgen. Wat een werk, hè, jongens. Ik ben helemaal moe. Ja, en toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. En we beginnen deze keer met een heel, heel bijzonder moment. Want wij zijn namelijk onderweg naar de notaris. Wij gaan vandaag namelijk tekenen voor ons nieuwe huis. En vet spannend. We zijn helemaal opgedirkt. Helemaal netjes. En het is een heel, heel leuk moment, hè Ed? Super, super gek of zo. Dat je dan nu na... Ja, gewoon best wel een hele tijd of zo dat je daarmee bezig bent. Eerst in je hoofd en dan als je officieel die keuze maakt en een bod gaat doen en zo. Is het nu gewoon eindelijk 27 mei en gaan wij tekenen voor ons nieuwe huis. In het wachtkamertje. Kijk, maar meteen VT Wonen kijken. Die weet, doen we nog inspiratie op. Oh, dat was best mooi. Alleen ik zou dat zelf niet zelf kiezen. Dat behang. Nee, het was iets roosachtig. Wauw! Wauw! Dat is mooi, hè? Dat kan open. Die doen we zo wel openmaken. Wauw! Mooi! Kom maar kijken. Kom maar. Hier. Er staat nog niks, hè? Nou, we hebben de sleutel hoor. Het is helemaal officieel. We hebben de sleutels van ons nieuwe huis en we zijn er nu. We zijn inmiddels alweer een paar uurtjes verder hoor, maar we zijn er. We hebben de eerste spulletjes al vanuit huis meegenomen. Maar er gaat hier steeds een alarm trouwens buiten, dus ik weet niet of je dat hoort, maar geen idee. In ieder geval, we hebben al wat spulletjes meegenomen hier in de keuken. Klapstoeltjes, koffiezetapparaat, dus we kunnen al lekker koffie drinken. Een teltje om schoon te maken en gewoon even wat basisdingen. En ik ga jullie later dit weekend, waarschijnlijk morgen, ga ik jullie eventjes alles leuk laten zien. Maar nu zijn we eerst even met de meiden. Die gaan we zo hun slaapkamertje en zo laten zien. En over een uurtje dan gaan we Ramos ophalen. En er komt ook nog wat familie langs. En ik vind het ook heel leuk om het Ramos te laten zien. Want ja, die is wat ouder, dus die begrijpt het net even iets beter dan de meiden. Dus dat gaan wij vanmiddag allemaal nog doen. Maar ja, het is wel echt zo leuk. Het is zo bijzonder om dan hier nu te zijn. En ja, ik weet niet. Ik ben gewoon helemaal blij. Heel veel kunnen we nog niet doen, maar we kunnen wel alvast gaan beginnen met het kiezen van de kleurtjes voor op de slaapkamers. En ik had daar nogal wat twijfels over, had ik ook gedeeld. Maar we hebben nu een aantal van die testers gehaald, waardoor we dat op de muur kunnen smeren en dan kijken of dat een beetje overeenkomt. Ik heb deze van Flexa gevonden. Even kijken hoor, de Pretty Pastry. Brave Ground, Perky Limestone, Kind of Glow. En dan had ik nog deze. We hebben dit trouwens allemaal bij Karwei gehaald. Test jouw eigen kleur. En dan is dat dus dit, omdat ik dat op Pinterest had gevonden. Dus ik ben benieuwd. We gaan deze gewoon testen. En ik hoop dat een van dit gewoon een ja is. En anders wordt het waarschijnlijk gewoon allemaal wit, denk ik. Dit zijn dus uiteindelijk de kleuren. Ik denk dat ik deze heel leuk vind voor de meiden. Ik vind die of die heel leuk. Is die wel scherp? Die of die voor onze kamer. Ja, en dan voor Ramos sowieso niet deze. Maar ik denk
Die of die. Maar ik moet ook nog kijken welke wandjes we gaan doen, dus. Het moet dus allemaal voor morgenochtend 10:30 bij de schilder zijn, wat we willen. Want die moet het gaan kopen, dus ja. Maar goed, het is nu 3:10, dus we gaan ons ophalen van school. Ik ben helemaal zenuwachtig voor. We zijn weer thuis en we hebben Ramos het huis laten zien. En nu dachten wij, we gaan lekker makkelijk eten met broodjes knakworst. Jij wil dat gewoon echt niet en ik vind dat echt heel tof. Hey. Ed en ik hebben al wekenlang discussies over... Goedemorgen trouwens. Hoi. Een hele goede morgen. Welkom op deze zonnige vrijdag waarin wij de dag nadat we de sleutel hebben gekregen helemaal in harmonie aan het leven zijn. En helemaal happy zijn met de dingen die wij moeten doen voor dit huis. Nee, maar we zijn een beetje aan het... We kunnen daar even discussie over voeren, maar... Ja, dat daar zijn we ook aan het doen. Het is een beetje meeveer, hè. Kijk, als ik tegen 4 dingen ja zeg bij jou omdat jij dat wil, ja, dan mag ik nog ook wel 1 dingetje doorvoeren die ik heel graag wil. Ook al vind jij dat dan niet helemaal een 10. Ja, dat is echt onzin wat jij nu zegt. Nee. We zijn dus aan het discussiëren over de kap. Oh ja. Over de kozijndeuren. Over de kozijnen. Ed wil alles boven zwart maken. Deuren en kozijnen. En ja, sorry, ik vind het gewoon niet mooi. Ik vind het zo... Jij wil echt alles zwart. Het zijn alleen maar de deuren en de kozijnen. Dat is een hele kleine oppervlakte van alles wat boven geverfd gaat worden. Nou, in ieder geval is het dan dus zo dat als je dus boven bent, dat je heel veel zwart ziet. Ik hou daar gewoon niet van. Ik vind dat gewoon niet mooi. Ik hou veel meer van licht en rust en niet dat, dat zwarte. Blijf kijken, ontleten, wie er uiteindelijk gewonnen heeft. Ja. Verder is het gewoon een normale vrijdag. En best soort van. Wij moeten werken. Maar ja, eigenlijk moet ik wel heel eerlijk zeggen dat we nu al wel tegen de eerste dingen aanlopen. Want we moeten dus eigenlijk werken, maar er komen vandaag al mensen in ons huis dingen doen. Zoals bijvoorbeeld naar de cv-ketel kijken. En kijk, wat moet er nog meer gebeuren? Nou, weet ik veel, een aantal dingen. Dus dat gaan we dus nu vandaag al met werk combineren. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Maar ja, zo zullen de aankomende maanden zijn. 2 maanden. Dus ja, ik ben benieuwd. Oh jongens. Sorry, jij drukte net en ik wilde je recht staan. Jij wilde weer zeggen wat ik eens moest doen. Onze planning. Onze directeur wilde weer gaan vertellen wat ik moest doen. Nee. Nou, we zijn inmiddels een paar uur verder. Het is lunchtijd. Vanochtend hebben we lekker PT's hier weer gehad. Eindelijk in onze studio, want die mag weer open. We hebben mails gedaan, dingen omtrent supplementen. We krijgen namelijk binnenkort een heel lekker nieuw iets wat zo lekker is om te snacken. En ja, ik hou het nog een klein beetje van het, maar ik ga jullie heel erg snel. Als deze vlog online komt, denk ik al 1 of 2 weken later, vertellen wat het dan precies is wat in onze webshop gaat komen. Nu in ieder geval... ja, gaan wij naar het huis. We zijn er inmiddels helemaal over uit dat het de... kozijnen en de deuren wit gaan worden boven. Zo lekker niet. We hebben uiteindelijk tot een compromis gekomen. En is het gelukt om een zin door te drijven. Nee, sorry. Maar goed, het is wel echt zo dat we nu naar het huis gaan. Mijn ouders komen straks met de kindjes en ja, nou, dat. Ik heb ook kleuren gekozen, yes! En dat ga ik jullie zo laten zien. Maar eerst even boterham eten. Wij zijn inmiddels alweer een paar uurtjes in het huis. Kindjes hebben hier lekker gespeeld. En de meiden zijn nu met mijn moeder mee. En Ramos die is gezellig hier gebleven bij ons. Die kan me lekker een beetje in het huis verkennen en zo. Dus allemaal aan het rondrennen en aan het meedoen. En nu ga ik zo meteen eindelijk even de salie roken. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik had het een aantal keren als tip gekregen. Had ik laatst ook al een keer verteld in de vlog. En nu ga ik dus per kamer kamer uitroken met salie. Om een beetje frisse energie, zeg maar, in de kamer te krijgen. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik hoop dat het niet te erg stinkt eigenlijk. Nee joh. Kijk, nou rookt het zo. Hier? Dan moet je die rook zo wakker. En wat gaan we dan doen? Wat gaan we dan doen, mama? Gaan we in alle kamers doen. Kijk.
Kijk hoe trouwens die kleuren er nu ineens wel anders uitzien. Ik heb in ieder geval de kleurtjes gekozen voor op de muur. En aangezien ik er al zo lang mee bezig ben, laat ik het jullie ook even zien. Ik heb deze voor de meiden gekozen. En dat is de Kind Glow. Gekocht bij Karwei. Ja, van Flexa is die. Voor Ramos gaan we voor deze kleur. Het is maar één wandje hoor op de kamer. Die heet Perky Limestone. Van Flexa. En voor onszelf gaan we voor deze. En dat is de zeester van... Oh, kak. Hoe heet je ook alweer? Vergeten dus. Als ik er nog op kom, dan laat ik het wel even weten. Maar goed, dat zijn de kleuren geworden. Het is een nieuwe dag. En er is iets met mijn camera. Want elke keer gaan die luifeltjes, zeg maar, die omhoog gaan als je de camera aanzet... Ja, die gaan niet goed omhoog. In ieder geval, het is vandaag zaterdag. Ik heb hier lekker de meiden. Ja? Ja, kom maar schat. En die hebben rozijntjes gegeten. Ik zet ze voortaan af en toe als ik dus zelf aan het aankleden en zo ben. Dan zet ik ze heel eventjes in bed met hun ochtendsnackje. Als het geen fruit is, want dan zit alles onder. En nu waren dat dus rozijntjes, dus dan kan dat. Dan leg ik er een handdoekje onder, want anders zit het hele bed onder de rozijnen. En maar dat werkt wel even lekker, want dan kan ik opruimen, make-upje doen, aankleden. Dus dat. En zo meteen komt mijn moeder, die komt hier. En dan kunnen wij weer, of kan ik weer naar het huis. Etty is er al sinds vanochtend. En die is gisteravond de hele avond in het nieuwe huis geweest aan het klussen. Dus ik ben benieuwd zo meteen wat er weer allemaal veranderd is. Kijk eens wat ik heb gefixt. Een radio. Hoezo? Ik ben heel druk aan het werk. Gewoon kaart aan het werk hoor. Hier. Hoppateetje, ik ben hier de gordijnen eraf aan het halen. Gewoon. Zo. Op de stapel. Hoppa. En ik heb zelf even de tijd genomen om deze in elkaar te zetten. Word je toch blij van? Die ga ik dan zo meteen lekker daar neerzetten. Leuk hè? Dat heb ik nieuw gekocht. Lichtstoeltje. En dat was volgens mij bij Quantum. Wel een aantal weken geleden. De kindjes zijn er lekker met eten, hè? Ga maar zitten op de grond, meid. Daar nog één. Deze meneer zit al lekker in de stoel. Broodjes. Wat een werk, hè, jongens. Ik ben helemaal moe. Nee, even serieus. Hier ligt gewoon letterlijk al de hele overloop. En alle kamers zijn gewoon al helemaal klaar. En nu is het een kwestie van puin ruimen. En nu mag ik mee gaan doen. Met alles in de vuilniszakken. Dus dat gaan we dan maar doen. Kijk, hoppa, teentjes. Lekker bezig hoor, echt niet te doen. Nou, dit hebben we echt verdiend hoor jongens. Lekker frietjes gehaald met snackjes en zo erbij. Oeh, frikandellen en oh, zo lekker. Ja, wij gaan lekker chillen op de bank en eten en niks verder doen. Een hele goede morgen op deze zondag. Het is 12 uur. Ik heb net een lekkere lunch gemaakt. En ga deze nu samen met Bobby en Charlie naar Ramos en Ed brengen in het nieuwe huis. Die zijn er aan het klussen. Dus ik ga lekker op mijn fiets. Het is eindelijk ook gewoon warm. Dus helemaal fijn dat dat ook, zeg maar, gewoon heel toevallig dit eerste weekend dat wij gaan klussen is. Helemaal fijn, ik ga er naartoe en ga jullie zo even bijkletsen. Het is zondagavond, volgens mij bijna 5:30. Oh ja, Charlie is net gevallen op de knietjes. Echt al volgens mij 5 keer vandaag. Wij zijn al de hele dag aan het pendelen van ons eigen huis naar ons nieuwe huis. Klusjes doen, mensen het huis laten zien. We hebben even in de tuin gechilled en nu hebben wij eten gehaald. En is Ramos met Ed met een nieuwe kruiwagen naar het nieuwe huis. En gaan wij met de auto. Gaan nog even lekker in de tuin genieten van de zon en daar eten. En dan... ja, dat eigenlijk. Ik heb jullie vandaag nog niet echt bijgekletst. En ik wilde ook helemaal een home tour doen. Alleen dat is er dus niet van gekomen. Omdat het gewoon echt even te hectisch was.
Lekker vegen. God, god, god. Wat is die jongen toch lekker bezig hier, hè? Echt. Lekker gras maaien. Nieuwe taken erbij, hè? In jouw takenpakket. Nou, dat liep echt een beetje anders dan verwacht vandaag. Want uiteindelijk, ja, we hebben natuurlijk best wel een hele intensieve en drukke dagen achter de boeg. Donderdag de sleutel gekregen, de kindjes laten zien, allemaal familie, et cetera. En uiteindelijk moesten we best wel heel veel doen om het klaar te krijgen voor morgen. Want morgen beginnen om 7:30 ochtends de schilders in het huis. En vanaf dat moment staan er best wel heel veel dingen, ja, soort van strak gepland op elkaar. Dus er moest heel veel gebeuren, waardoor ik deze laatste dag niet zo heel veel meer heb kunnen vloggen. Ook omdat we vandaag gewoon met de kindjes waren. En ja, dan loopt het soms gewoon even anders. Die waren ook heel moe van de afgelopen dagen. En een beetje jengelig. En nou, goed, je kent het wel. Maar goed, uiteindelijk gelukkig is alles wel afgekomen. En is de hele vloerbedekking er bovenuit. De kleuren voor de kamers zijn dus gekozen. Alles wordt vanaf morgen geverfd in de aankomende... Hoe lang gaan ze er eigenlijk over doen? Ik denk 3-4 dagen misschien. Ja? Ja, het zijn best wel veel, het is best wel behoorlijk oppervlakte volgens mij. Die, ja, ik weet niet, ik kan het niet lastig. Nee, ja. Ik weet het ook niet precies. Maar in ieder geval, ja, daar gaan ze dus mee beginnen morgen. En ja, dat is eigenlijk. Ik heb niet eens echt een hele house tour gedaan of zo dit weekend. Maar ja, weet je, daar is gewoon helemaal geen tijd en ruimte voor geweest. Dus ik ga jullie in de volgende week vlog gewoon lekker daarin meenemen. En alles op mijn gemakje gewoon laten zien. En dan... zitten ook de kleuren al op de muur, dus kan ik dat meteen laten zien. Dus dat is wel leuk. Nu is het zondagavond, het Summer Body Program. Laatste editie is net live gegaan. Dus ja, daar zijn we nog heel eventjes mee, druk mee. En dan gaan we zo meteen ook lekker chillen. Dus ik ga me voor nu afsluiten. Dankjewel voor het kijken weer. Super leuk naar deze echt hele speciale weekvlog. In ieder geval voor ons. Laat even een reactie achter. En doe een duimpje omhoog. En je zou nog kunnen abonneren op mijn kanaal. Zou ik heel leuk vinden. Dankjewel en tot volgende week. Doei.